Hello, my name is Ladislav. My name is Maria. De Oekraïense Vladislav en Maria krijgen sinds een week onderwijs aangeboden op het Pax Christi College in Druten. Samen met nog 12 andere leerlingen hebben ze vandaag het vak Nederlands. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Ja, tot nu toe ben ik wel heel tevreden. Ik was wel een beetje spannend. Ja, hoe gaan ze het doen? Welke leerling krijg je binnen? Wat willen ze? Wat kunnen we aanbieden? Sluit het aan met waar de behoefte ligt? En, ja, ik heb wel de indruk dat het nu op dit moment wel lekker loopt. Ik heb vorige week maandag mijn eerste les gehad. Toen begonnen we met 8 leerlingen. Heel gemotiveerde, leergierige groep. Dus ze stellen hartstikke veel vragen. Ze willen heel graag weten hoe je dingen schrijft. Ze willen graag leren. Er zitten verschillende leerlingen bij die heel goed Engels kunnen. En we hebben een tolk die ook nog naar het Oekraïens kan vertalen. Dus voor iedereen goed te volgen. Hoewel de Oekraïners de hele dag in hetzelfde lokaal zitten en niet worden gemengd met andere groepen, is het lesaanbod ongeveer hetzelfde als voor andere middelbare scholieren. Tot een leuk programma, denk ik, waarin ze ook Oekraïens krijgen. Er is een moeder van een leerling die Oekraïense docent is, die zetten we in. Er is een moeder die wiskunde geeft, die zetten we in. En we hebben hier ook nog wiskundedocenten, we hebben LO-docenten, we hebben BV-docenten die het allemaal heel graag wilden doen en het ook fijn vinden om voor die kinderen iets te kunnen betekenen. De leerlingen zijn heel leergierig en kunnen inmiddels al wat Nederlandse woordjes. My brother, he likes nature, so I know kikker, slak. Kikkerdril, I think yeah, it's. Kikkerdril, yeah, yes, yeah. Of vliegtuig, I also know, so some words I know. And also school words. I think it's not easy to learn Dutch. I learned it for the first time, so I'm trying my best. And that's really not easy to learn. Wel is de school nog een beetje wennen. This school is really more than my school. This school uses more computers and teachers are very helpful. In our country it's a little bit more difficult to get with teachers. De komende tijd worden nog veel meer Oekraïense kinderen verwacht. Dat is volgens de medewerkers geen probleem. Dat gaan we aankunnen, natuurlijk, daar gaan we wel voor. Ze hebben recht op onderwijs, ik vind dat ze moeten krijgen en ik vind het ook gewoon fantastisch om te kunnen geven aan deze kinderen.